En ik vraag je nu, Francesca, kom, ga mee. Wat ligt in het verschiet? Ik heb niet de regie, maar beloon je me. Het was even wennen aan het publiek. Die lachen er doorheen en die klappen er doorheen en zo. Dat leidt af en toe een beetje af. Nee, dat was wel spannend. Vooral voor de nieuwe mensen. Ad en Charlotte en Joost, echt fantastisch. Want we hebben nog geen één keer met het publiek gespeeld. Dus het was al een korte repetitietijd. Maar voor mij zijn we er goed doorheen gekomen. Ik vond het weer een feest om te mogen doen. Maar vanaf de eerste repetitiedag al, als die muziek begint. En ik vind het zelf prachtig. Dus ik ben heel gelukkig. Ja, het ging eigenlijk hartstikke goed. Ik bedoel, het is heel... snel gegaan voor ons. We hebben maar een week gerepeteerd. Ik en Charlotte van der Plas en Joost van der A. En vanavond voor de eerste keer met het publiek. Maar het is zo'n prachtige voorstelling. En de muziek is zo fantastisch. Ik ben heel blij. Ja, het is anders. Maar ik heb steeds, en dat heb ik met Sweeney en met Kiss een jaar geleden. Met Urinetown had ik het ook. Ik zeg het altijd. You win some, you lose some. En natuurlijk dat de mensen aan de zijkant zitten. Maar dat was ook maar een deel. Dat ben je even kwijt. En dat is voor ons ook anders spelen. Maar ik moet wel zeggen, want ik heb ook een paar keer achter in de zaal zitten kijken, dat het komt toch nog wel de zaal in. Het viel me eigenlijk heel erg mee alweer. En je merkt dat het overzicht soms juist weer beter is. Dat mensen weer meer meekrijgen dan in het zonderhuis. Omdat je niet dat gedraai en gedoe hebt en zo. Dus sommige dingen worden ook logischer. Dus ik vond dat ging eigenlijk heel organisch. Ja. Niet zo lastig eigenlijk. Nee, want omdat we met z'n drieën nieuw zijn. En... ik heb van Koen gewoon mijn eigen personage mogen maken. Dus ik geef mijn eigen accenten daaraan. En ik heb zelf dingen meegebracht en zelf dingen verzonnen. Dus ik heb wel het idee dat ik mijn eigen Dick Johnson heb kunnen maken. Ja, nou gelukkig. Nou ja, ik was er niet zo bang voor, omdat ik ja... Kijk, het is een beetje, ik heb het van de week over het hadden met elkaar erover. Het is ook, als je naar de parade gaat aan voorstelling, dan zit je heel erg heb je heel erg het moment van dat bijzondere in zo'n tenten met de herrie buiten en weet ik het wat. En dat is de bijzondere ervaring. Maar de voorstelling zelf, soms krijg je niet altijd het beste mee. En dat was met Zonnehuis natuurlijk ook. Je zit er zo dicht op en het is prachtig. Dat is echt je gezicht. Maar dat is ook de ervaring die het bijzonder maakt. Ik denk dat je, misschien was het ook als je gewoon in theatervorm zit. Het volgend jaar als we gaan toeren ook, denk ik, hoop ik. Dat je daar ook gewoon misschien dat hele dicht op midden. Maar je juist weer andere dingen weer meer meekrijgt. Dus kijk, die muziek. Ja, die komt ook weer binnen als je bovenin zit hoor, vind ik. Ik vind het gewoon hele mooie muziek, maar ik ben niet objectief. En die vond ik prachtig. En ik kende van tevoren de muziek al en ik was al fan van het stuk. Dus ik was heel erg blij dat ik in mocht stappen. Ja,